Party you, via de stream natuurlijk, wat gaan we doen? We gaan nu de dobbelmarathon weer doen, man. Ja. Ook Xiao Jian mag zeker meedoen. Maar kan ik niet... Weer die Xiao Jian en Bernardo? Ja, jammer. Dan kan je er niet aan pas. Zullen we ze op gemiddeld zetten? Ja. Yeah. Hadden we net weer... Oh, hey, er waren nu andere. Nu zag ik Maria. Oké. Okay. Even nog even drinken halen. Ja, dat doe ik zo, man. Oké, okay. Zegt iemand kom te bonken, man. Mm. Kom te bonken. Nou. Bepaalde volgorde. Wie spelen jullie, man? We gaan eten. Ja. Als je een dame raakt met je werpstaf, verlies je echt een punt, oké. Okay. Ik ga net om te gooien, dus komt goed, komt goed. Dus ik wil hem ook gooien. Ah, oké. Okay. Joep! Ah, je gaat snel. Ja! Nee! Ik had vrouwen. Je had ook moeten gooien. Ah, ik had bijna niet gegooid. Dat waren twee hoor. Klaar! Jammer joh! Iemand zegt jammer dat Pian Pian er niet meer is. Sorry mensen, wij hadden Pian Pian ook graag gezien. Ja, maar dat was beter geweest. We moeten het nu doen met Maria en die andere, waarvan ik de naam niet weet. Nee, ja. Oh. Pedro! Maria en Pedro. Maria en Pedro. Maria en samen Pedro Pedro. Mooi. Voor de mensen die dit nog nooit hebben gezien op YouTube in de vorige aflevering. Speler 1 mag, of de winnaar mag met 10 dobbelstenen gooien. Speler 2, 7 en dan 4 en dan 2 dacht ik. Of 5 en 2? Nou, maar ja, sorry, 5 en 3 weet ik. Ja, pff, lekker boeiend. Wij worden nooit derde of vierde. Over het algemeen worden we eerste. Ja, oh, ga ik nog een plus 20? Nou. Weet je, ik gun het mezelf gewoon, weet je. Dat ik, mag je eerlijk weten, ik gun het mezelf gewoon. Ja, mooi man. Mooi, mooi, mooi. Marcel. Ja. Jij bent. Komt goed. Met je 7 dobbelstinkers. Ja, gooi. Nou gaat het. Is het een draai, zo lijkt je op een macht, zo komt eruit. 7-1. drie stappen mag je doen. Nee, ja, op 2-6'en. Nou, hè, wie kan je niet eerst? Daarom. Toch nog 27 stappen. Nou, ik ben verder. Dat, ja, maar je hebt plus 20. Klopt, maar behalve dat was ik ook wel verder. Ja, klopt. Maar ik had ook 3 dobbelstenen meer natuurlijk. Ja. Dat kan eventueel meespelen. Beetje. Oh, Maria doet niet eens meer moeite. Zie die topscore van 12. Oh, Ruud is er ook. En Ruud is er ook. Ik ben jullie enige kijker. Vervolgens Koen en Mabel fan. En Tim, nee, echt niet sukkel. Jammer, yo. Hey, die komt ook nog verder dan jij. I'm back fan. Dit is niet een verkrachte Mario Party, maar het is wel een beetje van afgeleid natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, Mario Party is een Nintendo franchise, dit is een Nintendo franchise. Het is allemaal één pot nacho. Kom op, Pedro. Pedro. Pedro wil natuurlijk s'nacht een Maria aan. Met z'n 6. Oh, dubbel, mag die 5 dobbelstenen gooien. Ja. Nog 5 dobbelstenen gooien. Dubbel bonus. Oh, je bent extra gegooid. Oh, je back. Maar mensen, wil je weten wanneer ik stream? Volg me vooral op Twitch. Op twitch.tv/thegamingdutchman. En Dutchman is met M-E-N op het einde, niet M-A-N. Zoals de meeste mensen het op een of andere manier schrijven. Dutchman. Balanceer door naar voren of naar achter te leunen. Terwijl het paardje eraf probeert te gooien. Houd als u... Okay. Oh, een beetje naar links en naar rechts. Houd u vast, kantel wie of die naar links of naar rechts om uw personage voor of achter. Oh, in tegenovergestelde richting. Als waar het paard naartoe beweegt. Ik vind het prima. Auw, appeltje eitje. Hoe moeilijk kan het zijn? Snel, naar voren. Naar achter. Oh, daar had hij me bijna. Oh.
Oh, dit, ik hou mijn adem in, dit is echt heel irritant. Ah, nee! 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 Oh! Wat? Wat? Oh, dit is bullshit. Nou, dan moeten wij gooien. Maar Marcel heeft tot nu toe altijd gewonnen met dit, dus... Nee! Ah! Twee! Ah, kaartje. Jee, ik mag twee dobbelstenen gooien. Yes. Ik wil wat drinken fixen, man. Ik wil zeggen, ga even wat drinken fixen. Goed. Zo. 40 punten voor Maria, Marcel. 40? Ja, joh. Nee, Maria. Maria? Oh, ja. Maar Ruud heeft gelijk, Wii Party U had inderdaad een goede Mario Party kunnen zijn. Maar ja, ze hebben ervoor gekozen om Mario Party apart te releasen. Ook prima. Ook goed, er is een nieuwe Mario Party op komst, Mario Party 10. Waarin Bowser een grotere rol gaat krijgen, dus daar ben ik wel op zich benieuwd naar. Zit je piemel er nog? Ja, die zit er nog, man. Oké. Okay. Je mag 4 op de steen gooien. Oh, wat doe ik nu? Ach, wat doe ik nu? Ik denk, je gooit zijn trap. Ik flikker ze zo van het bord af. Oh, nou. Hè? Het is wel even een mooie 13. Ah, roepen ze. Nou, ik sta wel voor. Nee, hè? Maria staat voor, wat? Ik zal laatste, denk ik. Ga eens vandaag bij mijn chocola vuilen, vieze vlieg. Ik zal even snel gooien. Gooi even snel. Niet twee dobbelstenen, hey! Wel proost, mensen. Wow, 10! Nou ja. Je had ook 3 kunnen gooien, Marcel. Ja, dat klopt, dat klopt. Hé, hey, plus 20. Hé, hey, hou hem tegen. Hé, hey, op zo'n paneeltje stond ik 2 beurten geleden al. Marcel kan niet zo goed tegen zijn verlies. Als hij wint, vindt hij het leuk. Als hij verliest, is het een stuk minder leuk. Laat ik mijn glas niet voor de sensorbank zeggen. Even kijken. Oh, dus weer balanceren. Bereiken, smalle pad, af te vallen, bla bla bla. Laten we weer horizontaal kantelen. Weer als we naar links of naar rechts besturen. Gaat goed komen, gaan we doen. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar ja, dat zeiden we net ook. Oh, kijk. Dit, nou is het nog makkelijker. Oh, je kan elkaar niet afbeuken. Jammer. Dat is wel zonde. Oké. Ja, ik wil wel niks doen, joh. Ja, ik zal wel een beetje sturen. Oh, je kan ook wel sturen. Ja, dat kan Bernardo dus kennelijk niet. Pedro was dat. Voor iemand die geen diepte ziet, doe je het. Dit heeft niks met diepte te maken. Maar... Oh, yeah! Oh, yes! Ik kan het verleden er maar inbrengen. Flikker. We zijn aan het opnemen, Karel. Dit is ook voor YouTube, maar ook om te streamen. Dat is gewoon makkelijker met uploaden. Dat ik op mijn laptop zit. Dus, maar stel vooral je vraagjes, we zullen ze beantwoorden. Ik in elk geval. Maar ga niet vragen wie de nieuwe Gaming Dutchman is, want dat vertel ik toch nog niet. Dat was namelijk net wel gevraagd, volgens mij. Dat is net gevraagd, maar ik heb het genegeerd. Oké. Dat is toch een grote verrassing. Oh, en wanneer jullie dit zien, ben ik nog niet op... Ja, ben ik wel op vakantie? Ben ik op vakantie? Ja. Dit ga ik volgende keer vragen. Nee! Yes! Hey Marcel, later! Later. Alligator. Aww. Echt zo vet teleur zijn. Ach, die Marcel staat ook altijd teleur. Ik hoor ze het zeggen. Kom op. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Met jou? Weet je wat mijn moeder laatst zei? Wat ook in jullie? Ik had diarree. Best wel erg. En toen zei mijn moeder van, nou, hè, dan moet je een komkommer gebruiken. Nou, ik kan jullie vertellen, dat helpt. Doet alleen wel heel veel pijn. Goed, ik help de laatste speler. Wie is de laatste speler? Ben jij dat? Ben ik dat? Wie is dat? Weet je, man. Nee, ik ben niet de laatste. Nee, Pedro. Tuurlijk is Pedro. Tuurlijk help ik Pedro met plus 30. Waarom ook niet? Ik bedoel... Goed. Oh, Maria. Nou gaan we het krijgen. Maria is aan de beurt. Marie. More like ma-pia. Ma-pia. Laat maar. Pia. Oké, ik ga hem straks in een hoekje snijden. Hé, hey, is dat chocola? Oh, ja, man. Dat is een vliegende tijd, het al. Oh, ik moet zo vingeren.
chocolade snap je. Uh-huh. Jongens zelf? Jawel. Ja. Oh, dat gaat pedo hoor. Bam. Hoppa. Bijna bij die deur, je. Gek neus. Pardon. Geef niet. Moet je nou nog een keer gooien, die pedo? Was het niet aan de beurt? En als dubbele bonus. Tuurlijk, gooi ik die al twaalf. Maar dat maakt niet, want als hij nu niet door de poort komt... Nou, laten we hopen dan. Ah joh. Het is Pedro maar. Fair enough. Tuurlijk 26. Oh yeah. Staat hij er als een bokser. Lol, hindernis, doe je fek. Wat moet hij gooien? Voor mij mag hij er nu door. Ja, volgens mij ook. Nee, niet. Niet? 1, 3 of 5 moet hij gooien. Oh! Jammer joh! Lekker voor je. Doe je Pedro. It's more like fag o. Onthoud de kenmerken van de auto's die hier voorbij racen en... Is racen zo goed geschreven? Goed vast zo. Ja, dat is... Ik kies het juist op razen kies het staat zo. Er nu eigenlijk. Die voorbij razen, Stefan. Voorbij razen. Je moeder raast. Houdt die afstandsbediening? Verticaal vast cursor? Oké, okay, het zal wel. Ja, we zien het wel, joh. We zien wel hoe het spel. Joh, daarom. Hey, hallo. Oh, ik was aan het kontvingeren. Oh, wacht. Ja, sorry man. Ik was er ook mee bezig. Is het irritant zo? Nee. Dat was een beetje... Oh, ik dacht het verkeerde! Nee, dat 3, het was 8! Ik dacht het verkeerde, ik wist niet wat er gebeurde! Is het irritant zo? Nee, alleen voor jezelf. Ik zag het niet, jongen. Ik dacht van, oh, ik moet nu de auto samenstellen op mijn poppetje. Maar wij missen Pian en Anna ook. Nou, heb jij niet gezien! Kut! Ik laat jou eerst al kiezen. Nou. Waarom ga je er niet voorbij mee? Die is niet goed. Wat? Oh, ik dacht dat het die was! Ik heb gewoon allemaal verkeerd. Ik heb die auto nooit gezien. Weet ik, maar ik dacht echt dat het die was. Nee. Oh, kut. Ja, ik weet niet. Ik wist het niet. Oh, nou weet ik het wel! Oh, wat? Nou weet ik het niet meer! Nou, ik ga daarvoor. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ah, motherfucker! Ze lijken zo op elkaar, dat is toch eerlijk? Ik heb verloren, echt. Dat is een beetje ook. Op punten. Dit is echt ontstort. Oh, jezus. Goed. Nou, maakt niet uit. Nulpunten. Heel kleine geitjes hou je. Weet je nog vorige keer hoe ik dik achter jou zat en toch won? Ja, dat hoef je me niet aan te herinneren. Beide keren trouwens, ook die keer met Bart. Maar ja, dan moet je nog wel 1, 3 of 5 gooien, toch? Ja. Hindernis? 1, 3 of 5 stond er. Nou, ik wacht één. We hebben een super gooi, 1, 3 of 5. 1! Yes! Hoppa! Is wel fijn, want dan hoef ik straks niet meer te wachten. Nee, dat scheelt weer. Hoeveel stappen mag je nog doen? Weet ik niet. Meer dan 20 volgens mij, maar ik weet het niet. 22. Ja, 22. Nou. Hoppa, help me laatste spelen. Nou, kom naar voren, Steven. Gooi even het ufootje. Ja, je bent echt laatst ook. Goh, wat wist je dat niet? Nee, ik zeg het niet. Gooi maar even het ufootje, Marcel. Plus 10. Mag ook. Plus 10, jongen. Is Marcel de nieuwe Gaming Dutchman? Nee, nog steeds niet. Dat is echt al 100.000 keer gevraagd. Ja? Ja. Mocht hij willen. Mocht hij willen. Je mocht mij erbij willen. Nee, niet meer man. Die kans heb je gehad. Je hebt het verprutst. Nou, doe maar even Maria. Ah, toch de 4-6 joh. Lekker hoor. Nou. Daar krijg ik wel een hard piemeltje van hoor. Ja, dat is ik wel. Wat? Ik maak een grapje, jij bent serieus. Ja. Goed, ga je gang, Pedro. En
nu we het toch over stijve piemels hebben. Mijn moeder vroeg laatst van, Marcel, ben je een borst of een billenman? Dus ik, waarop ik zei, mam, doe alsjeblieft je ochtendjas weer aan. Je bent wel een vieze tark trouwens, dat tussendoor. Oh, ik ben ook al bijna over de brug, joh. Ik hoef maar 6 te gooien en ik... Oh, ik heb mijn 2 dubbelstenen aan. Nou, dubbel 6. Nou, 1 keer 6 ook niet. 8. Oh, plus 10, hoppa. Ik zit alweer vlak achter je, Marcel. Ja, je kan me gelijk, man. Kijk. Ja, daar ben ik ongeveer. Ja, precies. Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Daarom, ik sta misschien laatste, maar... De strijd is nog niet gestreden, want dit nou een aantal blauwe domino-stenen dat omvalt. De speler die dichtbij het werkelijk aantal komt, wint het spel. Oké. Okay. Nou ja, dit is gewoon gokkenbus. Druk op elk... Oh, voor elke moet je op A drukken. Voordat hij omvalt. Als hij omvalt, ja. Ja, ervoor of daarna? Nee, als hij omvalt. Je moet in totaal zoveel blauwe stenen hebben. Ieder... Oh ja, oké. Oh shit, ik zit me al te drukken. Ja, het is ook. Zie die Maria. Ik heb echt 41 kliks, oké. Okay. Ik heb er 37. Volgens mij heb ik er echt veel te veel aangetikt. Ik heb er volgens mij veel te weinig aangetikt, man. Wat? Ik zit ver naast, joh. Ik zit er gewoon dichtbij! Ja! Oh! En die Marie heeft ook voor een leven getrokken. Hoe ben je 2 keer zoveel, joh? Gekke Maria ook altijd met de grapjes. Ja. Gekke vrouw. Met de grapjes en de grolletjes. Hoppa! Nou, 10-6. Ja, nee. Of 1-6. 1 is genoeg. Komt Tiano met zijn 10 dobbelstenen, gooit hij 32. Wat een teleurstelling dit. En ook 1-3. Nou Marcel, pak de gamepad er maar bij. Pak de gamepad erbij, gaan we doen. Mag even op A drukken. Ja, dat, op je controller. Ik mag hiermee doen. Oké. Okay. Zit je nou je vieze dikke poot aan mijn gamepad? Ja. Oké. Okay. Oh, wat moeten we doen? De speler met de gamepad wordt onzichtbaar en moet zich 20 seconden verstoppen. Jij mag niet zien bij pad dus. Sommige vloertegels lichten op als de speler met de gamepad eroverheen loopt. Oké, jij moet dus lopen met je pijltjes. Ja, en wij moeten ook lopen met onze pijltjes. Nou. Gaan we doen. Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt, staat er. Pat, zo ja! Oh, de cheater complete hoor, hij wordt onzichtbaar. Oké. Oh, Marcel, waar ben je? Als ik nou gewoon niet beweeg, weet je ook nooit waar ik naartoe ben. Pak hem! Kut man, ik zie allemaal aan de kant van de wereld. Het is toch onmogelijk met die noobs? Ik sta gewoon stil, man. Wat was dat? Ik heb van onder eentje naar boven toe gelopen en dan ben ik stil blijven staan. Ja, sorry. Dat was ook wel heel moeilijk. Kijk dan, ik zit met Maria in het team, dat telt niet. Je weet als je met Maria in het team ziet, ja, zet dat je standaard verliest. Oh, grappig. Nou, veel plezier met je 5 voetbalstenen. Hey, dat was ook wel heel lastig hoor, dit. Gaat-ie hoor, even lekker. Even lekker een stukje WhatsAppen. Ja toch. Oh, ik ben nu aan de beurt, dat maakt niet uit. Gaan we WhatsAppen. Dat kan het wel, hè. Nou, ik sta wel even laatste. Maar zul je nu zien, nu ga ik eerste worden. Of in elk geval derde. Nou, je bent dan nog 7 dobbelstenen voor je. Daarom, oh, ik zie alweer een 2-6, hè. Daarom niet. 2-4 en een 5 en 3 en 1. Nou, 29. Lekker hoor. Beetje teleurstellend, maar ja, hè. Nou, mag nog een keer 5 dobbelstenen. Hij is aan. Nou, kijk, nou ga ik zo. Zo kom je wel dichterbij, hè. Ja, precies. Wat is het? Oh, nou, niet verkeerd. Nee. Niet verkeerd. Een grote straat. Beter kan altijd, maar niet verkeerd. Ga ik jou nu voorbij? Volgens
Volgens mij, ja. Ik weet het. Ja, kijk maar, bij je lijn daar rechts staat mijn balletje boven jou. Ja, maar dat was omdat ik als eerste... Oh nee, nu niet meer. Ik zat nog steeds eerste. Ik ben een paar plekken achteruit gezet, denk ik. Ja, dat is het, man. Dat is het. Oh, kom Maria, wel goed gooien, maar jou pakken, homaar. Kut Maria. Stinkboer. Nee, Jozef dacht er anders over. Goed. Goed. Oh, die is ook nog grap van doe het zelf en die moet je zo ook even maken. Dikke pauper. Goed. Kumsplosie. Ik moet zo zorgen dat ik laatst word, ik moet pissen. Oké, besturing. Nog niet. Uitleg. Probeer te landen op het moment dat de timer 0 bereikt. De speler die het dichtst bij 0 landt, wint het spel. Elke keer dat je het spel speelt, verandert de hoogte van het platform. Gewoon een waardruk om te laten vallen. Houd de Wiasmering verticaal vast, druk op A om je te laten vallen. Schud met je Wiasmering tijdens het vallen om af te remmen. Nou, let's go. We gaan het zien, man. Wat gebeurt er? Het is een voorbeeld. Ja. Ah, we vallen er altijd doorheen. Dat was niet. Hoe goed. Kan dat nou weer? Ik was nog niet eens bij nul. Nee, die waren wel voorbij. Dit is toch een beetje raar aan het worden, 5. Hoppa! Gadverdamme. Het gaat ook echt wel een uur om. Zullen ik hem ietsje zo zetten anders? Dankjewel. Ik gun het je zo om te verliezen. Ja, dat weet ik ook wel. Hoe gaat Pedro hoor? Kom Pedro met zijn Pedrootje. More like Pedootje. Tuurlijk. Tuurlijk, gewoon een keer 5, hè? Dobbelstenen, waarom ook niet? Hij kan het wel gebruiken. Voor mij mocht het 10 zijn. Nou. Oh, nou, gaat ie hoor, vlakbij het rood groene poortje. Die ene waar je bij altijd zoveel geluk mee hebt, weet je nog? Ja, ja. Ja. Die je altijd weet te openen. Dat mooie poortje waar ik altijd succes mee heb. Precies. Succes ja. Gegarandeerd bij mij. Ja, precies, die. Oh, een raketje, wat is een raketje? Ja? Wat? Waar gaat die heen? Ja, dat weet jij dat. What the fuck? Wat? Is hij zo heeft het poortje gepasseerd? Wat? Die heeft gewoon een vette voorsprong opeens. Ik heb geen idee. Wacht even kijken, hoe kom ik op de map? Route. Oh nee, die is niet het poortje gepasseerd. Nee. Maar het scheelt niet veel. Nee. Oh, ik sta laatste en ik heb 4 dobbelstenen. Nou, ik zie al een 1 en een 2 en een 3 en een 5. Had ik nog een 4 gehad, had ik een straatje. Wat nou? Oh, hou je bek, publiek. Hier, ja, dat ik expres. Ik heb nog 5 dobbelstenen erbij, jongen. Precies, dat deed ik expres zo. Nee, je hebt helemaal gelijk, man. Ik wou juist zoveel punten hebben. Kijk, nou zie ik alweer 2-5 en 2-4. Daarom, dat maakt samen 9 van jongen. Zie me rennen dan. Daar heb ik wel veel geluk mee gehad, om daar precies tussen te komen. Nou mag jij. Nou, je moet niet op die rode komen. Nee, niet, ik weet nou al waar ik op gekomen. Ik ben al nog niet te laat, maar. Ruim je het wel zelf op? Waar je op gaat komen. Oh ja, misschien, dat weet ik niet, man. Nou, misschien. Net niet, denk ik. Dubbel. Nog een keer gooien. Kut. Ja, dan heb je 5 dobbelstenen erbij. Dan gooi je echt 1000 of zo. 5 ene. Zie je nog fijntjes in het water? Oh, lekker hoor! Ik denk dat je er wel goed vanaf komt, Marcel. Ik ook wel. 27 hoor. Hou me tegen. Zie hem blij zijn dan. Oeh. Wat is die Eerling nou weer? Dan wordt de laatste speler naar de eerste toegebracht. Map de vallende houtblokken kapot om punten te verdienen. Als je watermeloen kapot hebt, verlies je een punt, dus vang deze zachtjes op.
Even kijken. Map met A en farm met B. Oké. Okay. Appeltje eitje zeg ik altijd maar. Dus map met A en farm met B. Ja. Aja. Hoppa. Aja. Hoppa. Hoppa. Oh. Oké, okay. Maakt niet uit. Kom maar. Let's go. Hoppa. Oh, ik ben niet op te letten. Hoppa. Oh, ik map er één kapot. Ah, nee. Ik ben bang. Ja, ik dus ook. Oh, en ik heb er nog één. Oh, nog één. Oh. Dit kan je toch nooit van tevoren zien? Oh, ik wil de fuck. Ik druk ook alleen maar op slaan eigenlijk. Nee! Waarom heb geen reet. Ik ben af! Waarom? De rest van gewoon niet dat uit. Lies, je wint geen punten. De rest van gewoon. Ik deed er gewoon niks, joh. Nee. Pedro is gewoon als eerste. Oké. Oh, Hij zijn wel de scores waar je op hoopt. Nou, dat dacht ik. Nou. Als hier een poortje voor ons opent, zou wel fijn zijn. Ja, of niet. Hoppa, nou die komt er even niet door een poort. Nee. Moet je wel weer 5 stappen terug of hoeveel moet je terug dan? Nee, je kan gewoon blijven staan. Was dan bij het laatste poortje dat je stappen terug moet? Bij het laatste poortje, ja. Oké. Okay. Helaas, jammer joh. Oké, ik maak hem wel even voor ons open, oké? Okay? Doe maar man, doe maar. Zo ben ik ook, weet je. Dat... We lopen allemaal zo dicht bij elkaar, dat is gewoon niet meer leuk. We hadden ze toch makkelijk moeten zetten. Nou, ik ben wel bij het poortje in elk geval. Oké. Nou, je kans is gewoon 1 op 6 dat je een groene haalt, hè? Ja. Je hebt één vlakje met groen, de rest is allemaal... Hoppa! Oh. Zie je, ik zei toch dat ik hem wel open. Niemand gelooft in me gewoon. Ik heb er nooit gezegd dat ik niet in geloof. Ik denk het wel, maar ik heb het nooit gezegd. Maar mijn andere persoonlijkheden geloven niet in me. Logisch. Dat snap ik niet, man. Hoppa! Nog maar een keer gooien! Vind je het erg als ik nog even mijn punt afmaak? Nou, hè? Toch wel weer 19. Hoppateetje. Kijk, zo vind ik het spel nog wel leuk. Als ik verlies, niet. Niet? Nee. Maria is aan de beurt. More like Mariana's. Anders ook zeggen, hij ging helemaal verkeerd. Wow, 3-1, wat een geluk. Zie je wel positief dan? Jij kan geen 3-1. Oh, kijk. Nou zie je dus met... De verrassing. Nou was hij dus naar iemand anders. Oh, zij is laatste. Oh. Nee, zij is gewoon degene die op het vakje kwam. Oh, wacht. Nou moet ze bepalen. Oh, nou, ze gaat naar Pedro. Ja. Yeah. Gaat ze twee pakjes vooruit. Ja, applausje voor hem, Maria. Dat was een... Ja, jij moet maar zien of je überhaupt op dat vakje komt. Ja. Oh, ik heb twee dobbelstenen die ik mag gooien. Ik heb een Zelda controller. Ja, ik ben er toch voorbij. Ik heb 8. Nice. Ik heb een Mario controller. Die is ook voor mij trouwens, even tussendoor. Dus, ik heb hem wel. Maar hij is van mij. Oh, boomstambeek. Plaspauze. We pissen. Ja, heel snel. Dat is wat terug. Niet doorspelen. Nee. Maar ze vertelt nog even wat moppen. Nee. Maar zo, doe normaal, jongen. En we gaan weer verder. Marcel. Even kijken, probeer zo snel mogelijk op je ton tegen de stroom in te rennen en de boom zal het ontwijken. De speler die als eerste de finish haalt, wint het spel. Oké, en dan de besturing. Houdt de wielafstand in de horizontaal vast, kantel naar links en naar rechts. Naar achteren. Naar achteren, naar links en naar rechts. Om voor 3, 2, 1. Yo, we kunnen beginnen, Stefan. Ha ha ha.
Serieus wachten. Ja. Ik weet de besturing nog niet eens. Ja, gewoon zo, hè? Dan links, naar rechts, naar voren of naar achter. Nee, voor sommige beton, dat wil wel te blijken. Oké, zo. Zodem niet erop, Marcel. Wat, hoe kan je iemand beuken? Ik niet. Jij beukte mij aan de kant. Niet bewust. Waarom blijft die gast voor me zitten? Nee! Nee, ik was de hele tijd zo goed bezig! Oh! Oh, nee, nee! Nee, nee! Oh, nee! Ik zo goed! Kutspel! Hé, je bent derde, man! Yo, Jimmy, mag ik jullie dubbel zijn te begonnen? Je blijft er twee. Ik mag 4 dobbelstenen gooien, man. Oh, 4? Nou, hou me tegen. Nee, ik kan niet. Wie is die blauw dan? Oh, dat ben jij. Tuurlijk ben ik blauw. Hoppa. Oh, oké, okay, dat moeten we hebben. 10 dobbelstenen heen, 10 dobbelstenen terug. Hoppa. Ze gaat verder terug dan dat ze heen ging. Hallo. Is ze weer door het poortje? Maria. Maria, Maria. Mooi, hè? Geef hem nog je gooien, wat? Ik ben even geluk aan het sparen. Ah, shit, net niet genoeg geluk, denk ik. Nee, zie je? Veel te weinig. Nou, je hebt toch 2-6 klaar. Ja, dat is veel te weinig. 30 maart. Dan hoef ik er straks nog maar 34. Tenzij ik eventjes op een... nee, niet op een geluksteentje. Dat is een goede plek voor je. Hmm. Jippie, ik kom Marcia nog gooien. Kom ik zeker nog dat vakje van 10 tot de hey, terug. Ik zou het grappig vinden. Oeh! Ja, zie je, had je maar geluk moeten sparen, jongen. Zie je? Fijne straat. Oh, ik knorde. Oh, yes! Dit is beter. Nou. Lucky you. Ik heb het ook wel nodig, eerlijk gezegd. Oh ja. ja, jij staat nu op de plek waar ik deze ronde begon. Ja, dat is niet negatief bedoeld. Ik bedoel niet altijd alles. Ik bedoel niet altijd alles zo kut. Wel veel, maar niet alles. Zit hier te lezen. Oké, we gaan gelijk beginnen. Oh, Maria mag het spelletje kiezen. Oh, deze hebben we nog niet paniek gedaan. Voetbal. Paniek, paniek! Daar is hij. Schop de ballen met jouw kleur zo snel mogelijk in de 4 doelen. Zorg ervoor dat je niet de ballen van je tegenstanders in het doel schiet. Oké, lopen en 2 uur schieten. Yo. Oké, jij bent blauw, hè? Nee, ik ben rood. Hoppa. Ah, ik heb al mijn ballen er al in. Ja? Of zie ik het verkeerd? Waarom stopt hij niet? Hè? Oh, kut, ligt er daar nog één voor mij? Ja, dankjewel, man. Dankjewel. Als ik kan ik op het gemak heb de rest van mijn ballen erin schieten. Dat was zo eerlijk. Dat blauwe, dat snel met het blauw. Dat was één. Dat was oneerlijk. Zag jij die bal? Nee, die zag je niet eens. Jawel, maar ik ga toch niks zeggen. Tuurlijk wel, alleen vrienden, Marcel. Nee, maar in het spel heb ik geen vrienden. Maar nee, alleen pian. Nou, ga je nog gooien of ga je naar het scherm kijken? Maar nee, ik sta toch nog voor. Woe! Nou, met die score mag jij wel een keer van mijn eerste worden. Ja, toch 38? Ja, maar dat is niet goed genoeg, maar zal dat eerlijk zijn. Nou, pak de gamepad met me bij. Dat is oneerlijk, want ik zit met Maria nog steeds. Oh, hij heeft weer zijn vette vingers. Ja,
Hoor. Even kijken, de speler met de gamepad probeert zwembanden om de andere spelers te gooien. De gamepad speler wint als alle andere spelers in een zwemband zitten gevangen. Ja, hoe werkt het voor mij dan? Je moet gewoon zwepen. Het staat met je vinger, maar je doet het met je stylus. Nee, je arm is toch jongen. En houdt de wielstuk nu horizontaal? Oh. Ah man, je moet zo met je besturen, dat is kut. Of ik las het niet goed. Ah joh, zie je dan al. Ah, mis. Nou, hoe moeilijk kan dit zijn? Ga je eerst Maria pakken? En links, en... Oh, mis. Oh, oh, oh! Die moet ik pakken, ik heb er nog een één! Zo de mindere op, Maria, wat doe je? Oh! Nee! Oh! Nou moet Maria het doen. Ik ga Maria beschermen. Je hebt er twee! Maakt niet uit, je moet ze allemaal één hebben, vriend. Ren! Nee! Ah! Je had mij niet zo vaak moeten pakken. Dan kan je wel drie keer. Maar niet uit! Ik zit met Maria en ik heb gewonnen. Dat is shame on you, Marcel. Jullie mogen alle twee dubbels even gooien dan natuurlijk. Kak! Je mag even op A drukken als je wil. Iemand vraagt, what the fuck is Pian Pian? Dat is onze goede vriendin uit een van onze vorige potjes. Yep. Onze Chinees. Een lekker wijfie. Een lekkere wijfie, ja. Yo, goed zo. Maakt niet uit. Oh. Dat is een bonus gooien. Tuurlijk, voor die dubbele bonus. Hoppa! Voor Maria, hè? Ik gun Maria meer dan ik het jou gun. Hoor hem huilen dan. Oh, Maria staat dik laatste. Geef Gunner dat ook even. Hier is een full house bonus. Ik wil ze nog een keer mag gooien. Oh, dit ligt wel nog ver achter, joh. Daarom, wat zul je? Ook een dubbel bonus, nou. Tuurlijk, die kan het ook weer. Gaat lekker, goed zo Pedrootje. Lekker hè? Nou komt de wind een lekker beetje door. Ja. Oh, ik sta nog steeds voor jou. Ja. En ik mag nog gooien. Hallo, mag ik ook even gewoon gooien? Ja, je gooit wel goed hè. Nou, what the fuck is dit nou weer voor worp? 22. Nee, 20. Alsjeblieft. Maakt niet uit, ik sta ervoor. Nee, wat ik dan goed doen is 40 gooien. Nou gaat het wel spannend worden, Marcel. Ja. Nu wordt het zeker spannend. Nou wordt het een beetje... Mijn erectie begint te kriebelen, zeg maar. Ja, maar dank. Ja? Ah. Waarom heb je een erectie? Ja, dat was een voortspel. Goed. Hoppa, doei. Hoppa. Maria. Moorlijk. Ligt mijn laptop toch daar ergens? Oh, daar helemaal. Ja. Pak ik wel na te opnemen. Heb je hem nodig dan? Ja, even opladen erin. Oh, ik denk dat we deze dit nog wel kunnen afmaken. Daarom. Wie zegt dat op skip? Het is Nico. Wow. Ik lees het zo wel even. Oké, bepaalde volgorde. Maria. We gaan biljarten. Tuurlijk, nee, biljart gevaar, hè. Het is wel gevaarlijk. Probeer de biljartbal te ontwijken. Als een andere speler je op ver doet, kun je heel even niets meer bewegen. Oké. Okay. Gaan we doen. Zullen we samenwerken? En met samenwerken doe je tegen elkaar? Ongeveer. Ah. Nou. Hoe kan dit nou weer? Graag gedaan. Ha ha ha!
Oh, why me doen? Yes. Oké, nou. Oké, nu moet ik dus minimaal 3 gooien met 10 dobbelstenen. Nou, dat wordt lastig. En dan moet ik 40 gooien, dus dat is wel een beetje zuur, want die 40 is wel lastig op zich. Dan zou het niet geweldig zijn als ik 40 zou gooien. Ja, nu maakt het niet uit wat je gooit. Nee, maar hierna, nu gaat het erom, zeg maar. Want anders is Marcel straks aan de beurt om dit te proberen. Ja, maar ik weet niet of ik het red. Nou, je hoeft er nog maar 22 of zo, dus... Nou, ik heb 7 dobbelstenen, hè? Ja, dus nu moet ik 40 gooien, anders is Marcel aan de beurt en die gooit dan... Of die hoeft dan nog maar 35 te gooien. Ik zie al een 6. Ah, nee, nooit. Nee, helaas, man. Helaas. Fuck. 30. Oh, is het 30? Nee. Oh, nee. Min 15. Vieze hoerspel. Vies hoerspel. Zie me helemaal verbaasd kijken van wat gebeurt hier dan? Ik weet niet hoeveel ik nog moet gooien, man. 26. Nou, dat is te doen. Als je 20 per dobbelsteen gooit, reed je het wel. Of 2 zesjes en 2 vijfjes, dan... Niet met deze score. Ik denk het niet. Net 20. Oh, hier hoef je nog maar 3. Ik moet nog 15, hè, dus dat je het even weet. Zul je zien dat Maria gaat winnen zo? Ja, die moet nog 100 stappen, man. Oh. Nou, zul je zien dat Pedro gaat winnen zo? Ja, die mag nog 2 dobbelstenen gooien. Daarom. Pedro. Je moet 61 met 2 dobbelstenen is te doen. Zeker te doen. Wel als je 4 gooit. Vooral als je begint met 4 en dan kom je op de min 10 volgens mij. Ja, goed zag. Ja. GGWP Pedro. Die is wel goed, man, die Pedro. Absoluut. Bepaalde volgorde, hè, maar dat mogen wij nooit doen. Nee, bepaalde volgorde moeten altijd doen. Struisvogelstress. Het game kiezen mogen we nooit doen. Verstop je achter de bosjes zoals struisvogel je niet kan vinden. Speler die niet gevonden wordt, wint het spel. Oké, nou. Dat is maar het is gewoon een gokspel dus. Precies, dat maakt... Hallo struisvogel. Ja man, die heb ik al gekozen. Ik kan hetzelfde als jou doen, maar dat gaat niet weg, dus. Ga weg! En ja, die zit er niet bij jou, man. Nee! Ja! Nee! Nee! Waarom? Ik was sowieso al tweede. Ja, je wordt de eerste natuurlijk. Naar links. Naar links, struisvogeltje. Oké, tik die om. Yay! Kruilop. Dankzij mij heb je geluk. Dankzij jou, ja. Tuurlijk dankzij jou. Ja, want je die andere had waar ik bij zat. Ja, maar gelukkig komt dat niet, hè? Maar wat, hier, dit is hiervan toch geen eer aan te halen? Tuurlijk wel. Want ik weet jij niet. Dan heb je toch geen eer, man. Ik heb kapot veel eer. Boeit me letterlijk helemaal geen leuk. Balspel, gods, kamari. Oh, is het al 15? Jawel, is al 15. Is het al 15? 16 moet ik trouwens hebben. Hoppa, oké. Nu moet ik 35 gooien. Yep. Ik weet niet, man. Ik heb zo'n idee dat je het nu gaat halen. Ik denk het niet. Vorige keer dat we het deden, haalde je het de tweede keer ook, hè? Ja, maar op een of andere manier... Weet je, ik mag hem nu 2 keer doen. Meestal is het de derde die het hem doet. Maar we zullen zien. Ik zie al 1, 5, 2, 6, gelukt. Volgens mij is het wel aardig gelukt. Nou mensen, was gezellig. Hey. We zijn hier nog niet. Misschien haal je hem nog de volgende keer. Nee. Jij sluit die dag. Ik sluit hier aan. Was weer gezellig. Doei. Waar zit die afsluitknop? Die zit hier niet op. Wat een ballenspel. Dus Marcel, het is nu 3-0 voor mij. Op deze
op dit parcours. Maar die knikker vind jij altijd. Maar knikker is een duk. Knikker deed in de tour 4 waren. Ik moest het al bij 3. Nummer 3. Mensen, dus ik vind het leuk dat jullie keken. Ik vond het leuk om te spelen. En dit wordt een heel gezellig, mensen. Doei.